Oké, nou. Eerste vlucht op zicht. Even te laten kijken of het een beetje lukt. Ja joh, hij moet omhoog hoor. Ja, je mikt hem omlaag. Goed. Gras 1, de melg 0. Hopen dat het niet kapot is. Gas, ja, dat komt omdat je hem aan de onderkant vasthoudt. Zo, los. Niks, hè? Niks, hè? Dat zijn je pot. Daar kan hij niet op landen. Dan anders niet te veel gas geven, hij zweeft op zich goed. Meer dan half gas normaal gesproken. Ja, die moet misschien alweer teruggetrimd worden. Poging 2 met een ander zwaartepunt. Kijk, hè? Ja. Hey, Sven vliegt FPV. Hoor je het, Remy? Het vliegt goed. Remy, doe het goed, jongen. Ga hem omlaag, hè? Ja, het is een beetje zetten. Nou zit ik 40 meter. En zo heb ik vorige keer een hele tijd rondgevlogen.
hij speelt en gaat de koffer van anderen doen. Ja. Hier ziet het heel prima uit. Nou, model wel vorm. Eindelijk is het zover. Nou, niet meer zeuren, hè? Sven vliegt FPV en hij staat er duidelijk van te genieten. Dat kun je wel zeggen, ja. Hallo? Oh, weet je dat goed wat? Kan wel, hoor. Ja, heel goed. En Sven, nou. Ja, maar dat smaakt naar meer. Ik heb maximaal 350 meter weg, 78 meter hoog en 82 kilometer snel. Oké, okay, dan komt de Belg met de... met de Nemo die eindelijk FPV gevlogen is. Is die nog heel? Kijk, alles nog goed. Dat is ook fijn om te horen. Sven helemaal happy. Ja. Modelbouw Forum happy. Nou Remy, zo hè. Kijken we al ineens even naar dit veld. Even voor de meeting, hè. Oh, dit wordt het meetingveld, ja. Nou, dat kan, want daar is genoeg parkeerplek. Ja, ja, ik vind het prachtig. Steven, ja. FPV meetingveld dit? We moeten met een boer regelen. Ja. Ja. Gewoon weer een beetje omhoog, hè? Ja, wacht even, want ik heb nou een beetje raar veel weer. Zeg maar een e-mail. Ja, doe maar. Haast vanzelf. Nou, daar staat Sven. Voor zijn tweede vlucht van vandaag. De eerste beviel hem wel. Ja, ik heb een beetje storing. Een beetje storing? Ja, dan gaat het weer. Ik ga hem eens even zoeken, kijken of ik hem kan vinden in de lucht. Ik zit nu veel meer prachtig weg. Daar kom ik weer terug. Daar is die. Ik zie hem nog even staan. Steven hangt ondertussen ook in de lucht met een superzoom. Ja, ik zie hem vliegen. Was dat leuk om te zien zeker? Ja, heel goed. Dat was de superzoom. En daar gaat de Nemo. Uiteraard FPV bestuurd door Sven. Ja, ik neem ruim de bochten, want ik weet niet waar die zit. Oh, daar ging ie. Wow. Ik zie daarachter iets in brand staan. Achter je zit een zwever als je... Ja, ik weet niet. Maar die zit hoog, hoor. Ik heb meer storing dan net. In de bochten? Nee, ja, daar zie ik Steven niet. Hoe ver zit je nou weg? 200 meter. 50 meter, 60. Ik probeer Steven te spotten, hij zit laag, maar dat is niet. Ja. Dan gaat hij omhoog, draaien. Een handje. Ja.
En, nog steeds leuk? Nee, ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk zeker, ja. Niks aan zeker. Wat zeggen we dan met z'n allen? Dankjewel Remy. Dankjewel Remy. Nou, heb het wel te pakken nou hoor. Dat is wel, ja. Ik denk dat hij met de rubber lukt te duwen. Ja, soms met de wind, dan vlieg je misschien net iets te langzaam. Hoe snel vlieg je? Kijk, staat het. Oh, dat zou goed moeten zijn. We gaan eigenlijk 70 km per uur. Dat is toch netjes? Ja, ja. Eens kijken of ik wat kan zien op je scherm. Ik denk het niet. Niet veel meer zo. Ik zie de scheiding. Oh, ik zie wel iets. Nou, wat ik zo kan zien, ziet het er in ieder geval goed uit, het beeld. Ja, het beeld is van prachtig. Zelfs in de bocht heeft het ook al. Nee, ik ook niet meer met die andere antenne. Kijk eens naar het vogeltje. Heerlijk zo, hè, of niet? Ja, dan ben ik een beetje aan het draaien op de rudder al in. Ja, dat doe ik nog te weinig. Op de rolroeren ziet het er soms wel schokkig uit, hè? Wat is dat gepiep eigenlijk? Dat is Sven, Steven. Ja. Waar ik nu naartoe vlieg, daar hebben ze achter iets in brand gestoken. Dat klopt. Eens kijken of ik dat kan zien. Ik vlieg al wel 7 minuten, jongens. Ja, dan ga je landen heel op het gemak. Filmen we dan nog even en dan. Ik zal het weer in. Dan zullen we de dag eens afsluiten. Nou, Sven is een tweede FBV-landing. Beetje dichterbij nou, Sven. Ja, ik ga even kijken hoe ik hem aan moet sturen. Hier, daar komt Svenny. Zeg maar wat ik hem af moet trappen. Beetje hoger. Ja, yep, kap hem maar af, leg hem maar weg. Juist. Maakt niet uit. Dat geeft niet. Meer, meer. Ja, dat is. Kijk, waar ligt hij? Daar ligt hij. Verslaving eerste klas hoor. Godzijdank. Waar ligt hij nou? Oh, valt nog mee. Ja, zoveel weg ben je niet hoor. Nee, ja, ik vond het een beetje akelig dat het bij het dichterbij wordt. Ja, maar dat had ik ook. Maar daar moet je gewoon aan wennen. Maximum 365. Hoog heb ik ook al 100 meter gezeten. En maximum snelheid 74 km per uur. Nou, dat is toch goed hè? Ik wil net zeggen.